Hi, Suus. Hi. Hi. Yeah! Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag een video over de overgang van VWO naar HBO. Zelf kom ik van het HAVO en heb ik zelf hier eerder een video over gemaakt. Maar nu heb ik twee mensen ingeschakeld van de opleiding Media, Informatie en Communicatie om mij hier te over informeren. Thuis samen met Martine. Zij is van het VWO naar het HBO gegaan en ik ga even wat vragen stellen. Ik ben Martine, ik ben 20 jaar en ik studeer Media, Informatie en Communicatie. Ik zit op dit moment in mijn derde jaar. Waarom heb je gekozen om een HBO-opleiding te doen en niet een universitaire opleiding? Nou, ik heb heel lang met mijn studiekeuze lopen spelen. Het was denk ik in mijn derde jaar toch begon op de universiteit. Kijken daar zo. VWO, universiteit, dat hoort eigenlijk. Yeah. Dat wordt van de DK gezegd van ja, gaan op de universiteit kijken. En toen kwam ik erachter dat ik een verkeerde profielkeuze had gemaakt. En dat ik eigenlijk gewoon zat was om te leren. En toen zeiden mijn ouders een keertje van, hey, misschien moet je een keertje naar het HBO gaan kijken. Ja, ik vind het veel leuker om in praktijk te leren. Yeah. 6 jaar heb ik nu theorie gehad, dus ik wil nu even wat toepassen. En heb je wel genoeg uitdaging? Want je hoort soms dat mensen dan van VWO naar HBO gaan, dat ze het net te saai vinden ofzo. Of? Ja, ik heb nu niet meer eigenlijk, maar de eerste 2 jaar heb ik wel het eigenlijk wel een beetje te makkelijk gehad. Yeah. En toen ben ik zeg maar zelf uitdaging gaan zoeken in een baantje erbij en zo, weet je, gewoon een stuk drukker maken. Yeah. In plaats van uitdaging zoeken, want ik wist niet echt wat er mogelijk was. En is er iets van een VWO-traject op jouw opleiding? Nee. Dat je het in 3 jaar kan doen ofzo? Nee, okay. Niet. Nee. Dus ze hebben dan het excellentieprogramma en eventueel dan... Cum laude. Oh ja. Heb je nu mensen die op VWO zaten, die nu naar de universiteit zijn gegaan, hoor je daar dan verschil mee als je dan praat over je studies bijvoorbeeld? Ja, al mijn vrienden zijn naar de universiteit gegaan. Mm-hmm. En die hoor je dan echt tentamenweken en dan echt gewoon 2 weken van tevoren zichzelf opsluiten in de kamer om zoveel te leren. Yeah. En dat hoef ik niet. Nee. Ja, praktijk is dan wat bijvoorbeeld lastiger. Bijvoorbeeld als ik een televisieuitzending moet maken, nou dan zit ik echt even in stress qua gasten en dingen. Maar echt leren, nee, dat hoef ik niet zo erg. En ben je tevreden met je keuze? Ben je blij met je keuze? Ja. Ja? Ja. Ik ga nu even met mijn naamgenoot Joey, maar dan met een D, bellen. En ik ga hem even dezelfde vraag stellen. Hey Joey! Hey Joey! Ik ben Joey Bodenstaf. Tweedejaars student media, informatie en communicatie. En ik zit net als jou op de AVA. Oh, origineel man. Goed hè? En jij hebt VWO hiervoor gedaan. En jij hebt toch een HBO-studie gedaan. Ik had dus VWO gedaan. En dan krijg je natuurlijk de keuze van wat wil je gaan doen. Aangezien ik VWO heb gedaan, kon dat echt variëren. Van MBO tot HBO tot universitair. Ik wou heel erg graag iets in de media doen. Toen dacht ik van ja, ik kan dan wel naar de universiteit gaan. En toen heb ik ook wel een paar mensen gesproken die dat hebben gedaan. Maar die kwamen vooral heel erg met het verhaal dat zij heel erg hebben geleerd hoe ze wetenschappelijke teksten moeten maken. Persoonlijk boeit mij dat echt helemaal niet. En toen zag ik de HVA HBO opleiding. Toen dacht ik van, oh, wauw, ja, dat kan wel wat zijn. Vind je het makkelijk, moeilijk, zeg maar, in die gradatie? Nou, ik vind het eigenlijk best wel makkelijk. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat ik overal 10 voor haal en dat altijd alles voor mij heel makkelijk is. Algemeen vind ik het wel echt extreem goed te doen. Oké, extreem goed te doen. Is het dan niet saai? Het begin van het jaar heb gedaan is bij de universiteit wat bijvakken gevolgd. 2. Daardoor werd mijn tijd gewoon meer gevuld en hoger niveau en gewoon wat meer uitdaging. En is dat vanuit school geregeld? Universiteit, dat doe ik nu niet meer. Maar dat kan je wel heel goed doen, want het is zo geregeld. Als je ingeschreven bent bij de HVA of bij een andere HBO-instelling, dan mag je gratis bijvoorbeeld nog een 2e studie doen. Maar wat er kan op de universiteit is dat je bijvakken volgt. Dus dan schrijf je je zeg maar in, dat kan dus gratis, zodat je al bij de HVA collegegeld betaalt. En vervolgens kan je inschrijven als bijvakstudent. En dan kan je dus uit de hele catalogus van vakken die ze aanbieden op de universiteit, kan je gewoon kiezen. Die vakken kan je dan dus volgen. En het hoeft niet per se in link te zijn met je studie dan? Nee. Ah. Ik doe... Ah. En hoe is je keus so far bevallen? Ben je blij? Ja, nee. Ik denk dat dit echt de perfecte keuze is. Wil je zelf nog naar de universiteit? Ik? Ja, jij. Grappig dat je dat ineens aan mij gaat vragen. Weet ik niet. Het zou kunnen, maar ik ben wel van de praktijk, zeg maar. Dus ik weet niet of ik dat aan zou kunnen. Nou, Joey, bedankt. En ik spreek je nog wel uit een keer. Geen probleem. Doei. Doei! Conclusie van het verhaal. De overgang van VWO naar HBO is goed te doen. En als het te makkelijk is, zijn er in ieder geval genoeg middelen om nog meer uitdaging te zoeken. Eerder heb ik een video gemaakt van de overgang van HAVO naar HBO. Die kan je hier kijken. En kijk hier voor de video van gisteren. En dan hoop ik jullie te zien bij een nieuwe video. Video? Video.